Mijn naam is Robert Dijkgraaf, ik ben uh, hoogleraar Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam en uh, de afgelopen vier jaar president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het leuke van mijn uh, lagere school was dat het uh, voor de kinderen overkwam als een hele eenvoudige, gewoon dorpsschooltje. En eigenlijk uh, was, hing er een hele vrije, hele vrije sfeer en dat heeft mij heel erg goed geholpen. Want ik was wel echt zo'n jongetje, dat hoefde je niet te vertellen waar hij geïnteresseerd in moest zijn. Ik, uh, ik, was, ik absorbeerde alles, links en rechts. En er uh, was gewoon een heel groot aanbod: uh, aan boeken, aan uh, projecten. En daar heb ik me gewoon eigenlijk uitstekend mee vermaakt. Maar zonder ooit het gevoel te hebben dat ik uh, aan het leren was. Uh, mijn vader was uh, inderdaad een echte Alfa, omdat hij uh, heel erg geïnteresseerd was in geschiedenis, in, in politiek. Hij werkte in de Rotterdamse haven. Dat. Uh, uh, uiteindelijk bij het uh, gemeentelijk havende bedrijf. Maar helemaal niet van een, uh, een Bertha-achtergrond, hoewel mijn vader wel heel veel boeken over natuurkunde en sterrenkunde kocht. Maar uh, die moest hij dan altijd staken op bladzijde 5, uh, waar de eerste formule kwam. En het uh, was ook een belangrijk moment dat ik op een gegeven moment voorbij het bladzijde 5 kon lezen. Ja. Toen ik op het gymnasium kwam, werd natuurlijk uh, ineens natuurkunde wel een vak. Uh, wat je kreeg en scheikunde en wiskunde. Maar het duurde voor mij vrij lang voordat ik die vakken ging associëren met de hele wetenschap die erachter zat. En dat uh, was voor mij eerder door het lezen van allerlei boeken, uh, nou, krantartikelen, tijdschriftenartikelen, dat ik langzaam begon te zien: van ja, maar wacht even, het is niet alleen maar tentamens doen, uh, cijfers halen, uh, foutloos door je examen heen komen. Het is, er zit een wereld achter. Maar het waren eerder eigenlijk docenten die zeiden van nou, ik heb nog een mooi boek voor je. Uh, die me uh, op dat pad stuurde, dan dat ik de schoolstof zelf uh, zo inspirerend vond. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, zeker toen in de jaren 70, uh, veel van wat ik op school leerde, dat was toch gewoon kennis. En daar zat heel weinig prikkel in om verder te gaan leren. Dus je had ook een beetje het gevoel als ik dit heb geleerd. Nou, dan heb ik die gaswet wel en dan ben ik klaar. Dan ken ik de gaswet. Ja. Dat dat nog. Honderdduizenden vragen oproept en dat je daarover verder kan nadenken. dat werd toch minder gestimuleerd. Dus ik zou zeggen. de rol van onderzoek. onderzoekend leren of onderzoekend doseren. die, die was daar eigenlijk. vond ik zelf. veel minder sterk aanwezig. Dan, ja, dan, dan misschien goed was geweest voor mij. Maar daardoor werd ik wel heel erg. in een soort cognitieve hoek geduwd. Ja, volgens mij. curriculum is toch ook zoiets van een menu. waar je. Nou ja, een, een goede maaltijd uit samenstelt. En ik merk zelf altijd toen ik uh, zelf in de klas zat, dat uh, als de docent begon te praten. We hadden op mijn school een paar docenten die bijvoorbeeld zelf aan het promoveren waren of waren gepromoveerd. En dan vertelden ze wel eens heel even over waar, waar ze nou zelf eigenlijk mee bezig waren. Ja, en dat kan ik me nog helemaal bijna letterlijk herinneren. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de docent zelf zich uh, ja, geëngageerd voelt op de stof. En er wordt eigenlijk. Uh, ik zou bijna zeggen en bij jongens en bij meisjes die uiteindelijk voor de leraaropleiding gaan. Heel weinig gedaan aan uh, nou ja, het aanwakkeren van die interesse daarin. Ik heb zelf het gevoel dat uh, eigenlijk voor iedere docent dat uh, zou moeten kunnen. Want het gaat helemaal niet om uh, hele gedetailleerde kennis uh, van de nieuwste natuurkundeformules. Het gaat meer om een soort onderzoekende houding. Ieder kind heeft dat, dus ieder mens moet dat hebben. Maar... Als je dat als docent wil doen, dan moet je daar wel uh, zeker vertrouwdheid mee hebben opgebouwd. En dan zit ook een heel duidelijk onderwijskundig aspect aan. Want ik denk zeker voor natuurkunde, bijvoorbeeld uh, voor jonge kinderen, dan uh, gaat het eigenlijk helemaal niet om iets uitputtend te behandelen. Het is meer dat je een soort teaser hebt. Hè? Uh, en misschien wel dat je door hebt dat er dingen zijn. Uh, als je daar vraagt van hoe het werkt, dat je dat niet aan De meester hoeft te vragen van de juf of ophoeft te zoeken, maar dat je het gewoon zelf kan uitzoeken. En dat je dan met je eigen ogen ziet uh, hoe het werkt. En ik denk dat is een hele bijzondere ervaring, want dat is natuurlijk eigenlijk waar uh, de moderne natuurwetenschap over gaat. We debatteren er lang over, maar dan doen we het experiment. En ik denk dat is een heel belangrijk inzicht voor kinderen: dat ze niet alleen maar uit boeken leren, uh, leren wat op het bord staat geschreven, maar dat ze actief leren, dat ze het zelf doen. En ik heb altijd het gevoel. Dat dat vaak ook wel momenten zijn waarbij het wel echt blijft hangen. Uh, want je hebt het als het ware zelf die kennis verworven, in plaats van dat het je wordt aangedragen. Uh, ik vind wel dat we uh, met elkaar heel scherp moeten discussiëren. Ja, ik noem het dat: die balans tussen materiaal aanbieden, Dat je zegt van ja, dat moeten ze toch weten. En uh, ja, maar wacht even, we willen ook onze uh, kinderen enthousiasmeren. En misschien moet je soms uh, dan met elkaar besluiten dat je bepaalde dingen niet doet, maar dat je wel helder benoemt dat je het ook niet hebt gedaan. Want ik vind het grote probleem wat ik nog steeds op de universiteit zie, is dat daar veel studenten binnenkomen lopen die eigenlijk niet weten of ze het weten. En uh, dat betekent dat ze over een dun, uh, nou, ze lopen over een laagje ijs en weten niet of het dun of dik is. Had ik dit nou moeten weten? Hebben we dit nou behandeld? Dat vraag ik dan wel eens. En dan zeg ik ja, dat weet ik eigenlijk niet. En ik denk: dat is niet goed. En dat betekent dat er soms wat, uh, wat twijfel wordt gezaaid. En juist in zo'n exact vak als natuurkunde. is het gewoon uh, zo heerlijk dat je precies weet wat je weet en wat je niet weet. Ik vind het gewoon heel goed dat, uh, dat uh, continu naar het uh, curriculum wordt gekeken. en dat het vernieuwd wordt. Want de wereld vernieuwt. Ik denk dat je gewoon een nieuwe generatie uh, kinderen in de klas krijgt. Uh, net zoals geschiedenisboeken. Om de 10, 20 jaar opnieuw geschreven moeten worden. Want uh, hoe je Napoleon aan de 19e eeuw of de 21e eeuw uitlegt, dat maakt echt een verschil. Ook als het dezelfde personen zijn, dezelfde feiten. Dat geldt, denk ik, ook voor de natuurkunde. Zeker omdat het natuurlijk een vakgebied is wat ook enorm spannende ontwikkelingen doormaakt. Ja. Wij spreken, ik ben een deeltjesfysicus, maar de deeltjesfysica is voor een groot deel... ook richting kosmologie en sterrenkunde gedreven. Dus je ziet alle mogelijke manieren dat in beweging. Nou, ik vind het eigenlijk wel een, een mooi principe. Dat naast de, 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 de goede oude klassiekers ook uh, ja, contact wordt gemaakt met de nieuwste wereld. Want dat was iets wat ik zelf in mijn eigen natuurkunde vakken op de middelbare school toch wel heb gemist. Juist in de moeilijke vakken is er altijd een publiek. Ik zou bijna zeggen hoe moeilijker het vak, hoe meer men er eigenlijk van wil weten. Want ik denk de meeste mensen zijn, heel erg, uh, zijn zich heel erg goed bewust wat ze allemaal niet begrijpen. En als iemand daar wat over kan vertellen, dan is dat toch maar een beetje een. Uh, ik moet zeggen, wel misschien een, een hogere vorm van verwarring uh, weten te bereiken. Dat, uh, ja, dat is heel erg dankbaar, het is makkelijk en het zou eigenlijk een integraal onderdeel moeten zijn bij alles wat we doen. Ja. Dat kan trouwens heel goed samen met uh, innovatie en met. Uh, een hoogwaardige industrie, als we kijken dat de industrie steeds meer gebaseerd is op bijvoorbeeld nanotechnologie, dan we zien we dat we in diezelfde nanotechnologie in Nederland echt wereldsterren in huis hebben. Maar die werken wel aan het meest fundamentele van het fundamentele. Dus uh, het past heel goed bij elkaar, uh, maar dan moet je wel een, een soort uh, grote tent bouwen, Waar, uh, waar je eigenlijk gewoon door kan lopen van het meest fundamenteel onderzoek tot aan de meest praktische toepassingen. En ik zeg uiteindelijk dat ecosysteem van een bloeiend fundamenteel onderzoek, uh, universiteiten en uh, technologische bedrijven, ja, dat maakt het geheel uiteindelijk uh, een, uh, dat het tot leven komt. En dat zien we in alle landen die uh, een, een belangrijke wetenschappelijke cultuur hebben. Die hebben altijd ook een. Uh, 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 bedrijfsleven, et cetera, die dat weten waarderen en die dat steunt. Ja. Dan wordt er wel eens gezegd van ja, maar jullie snaartheoreten... Uh, je, je loopt al 20, 30 jaar te, te, te werken aan die theorie van alles en je bent er nog niet. Maar kijk, dan mik je ook wel heel hoog, hoog. dan mik je op een volledige beschrijving van het fundament van de natuur. Ja, daar willen we natuurlijk allemaal graag uitkomen. Uh, maar als je een hele lange reis een avontuur maakt, je moet zeggen van hé, hey, je bent nog niet bij de finish, het gaat niet goed met je. Ja, daar gaat het niet om. Het is natuurlijk het pad wat we afleggen. En bij iedere wending, uh, bij iedere haarspelbocht, verandert het uitzicht. Nou, als we terugkijken, het is altijd makkelijk om terug te ja. kijken en dan vooruit te kijken... ...dan zien we dat de grootste veranderingen in onze technologie, in onze samenleving... ...die, uh, die komen uit hele fundamentele doorbraken. En dat wordt ook bij wijze van spreken door het bedrijfsleven hartelijk toegegeven. Dat is niet iemand een keer de transistor ontwikkelde, als iemand een keer het DNA bekeek... Dan hadden we nu geen informatietechnologiemaatschappij, hadden geen biotechnologie. Uh, dat is allemaal uh, 50 jaar geleden drastisch onze wereld veranderd. Er wordt nu ge ge geschat dat 50% van alle industrie gebaseerd is op de wetten van de kwantummechanica. Wat 100 jaar geleden iets was waar de drie, vier fysici zich zorgen over maakten. Er uh, zijn van die momenten waar wetenschapsdomeinen tegen elkaar aan botsen. En uh, we zien dat bijvoorbeeld op dit moment in de kosmologie. Daar komt eigenlijk de theorie van uh, de sterrenkunde die botst met de deeltjesfysica. Het is toch heel treffend dat op dit moment onze grootste telescopen en de grootste microscopen, dat wil zeggen de deeltjesversneller uh, in CERN, uh, bijvoorbeeld onder andere samen naar hetzelfde effect aan het zoeken zijn: hè? donkere materiedeeltjes. Nou, dat is heel treffend, wanneer maak je dat mee? Uh, we zien dat in de nanotechnologie. Dat uh, nou, quantum computing is een goed voorbeeld, waar uh, de, de, de wereld van de quantum uh, niet alleen maar bestudeerd wordt, maar eigenlijk ook ja, geregisseerd om daar gewoon een, uh, technologische machines van te maken. We zien dat we in de biowetenschappen uh, in de vorm komen van synthetische biologie, dat we zeggen dat we een soort Lego-doos aan het bouwen zijn met onderdelen van cellen. En dan kunnen we zelf het leven in elkaar gaan draaien. Dus in plaats van eigenlijk observeren, dus dat zijn allemaal, uh, gaan we ingrijpen, gaan we, gaan we construeren. Dus ik denk dat, dat een hele spannende ontwikkeling, die is niet drastisch, maar we zitten wel in zo'n overgangsgebied. En ik vind het heel erg spannend dat we op dit moment, via metingen, maar ook via ideeën, uh, ja, toch echt op een hele spannende manier bezig zijn om het antwoord te vinden op die vragen. Dus ik vind het echt een geweldige tijd voor de wetenschap als geheel, maar in het bijzonder ook voor de natuurkunde. Ik, ik ben een experimenteel aangelegd persoon. Dus ik voel ook wel van, ik wil uh, die grenzen verkennen in mijn onderzoek. Maar ook eigenlijk in de manier hoe we contact kunnen maken met de maatschappij. En dan uh, zie ik dat er heel vaak wordt gedacht van, ja, dan moet je, dat gaat over bedrijven, hè, dat gaat over uh, nieuwe producten maken. Maar de allerbelangrijkste afzetmarkt, zo gezegd, van wetenschappelijke kennis is natuurlijk het onderwijs. Alles wat iedereen ergens doseert is een keer bedacht, een keer onderzocht. Dus ik wil teruggaan naar mijn eigen ervaring, ja, toen ik op uh, de middelbare school zat. Zag ik niks van de universiteit. Anders dan op een gegeven moment een soort formulier met alle studies waar ik een kruisje moest zetten. Uh, dat is gelukkig wel veranderd. Ik zie gewoon dat er uh, heel veel, ik, ik doe het zelf, maar heel veel van mijn collega's, ja, die geven gastoptredens. Uh, er zijn universiteiten die uh, masterclasses doen. Uh, soms worden de vakken op de universiteit gedaan. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. En ik voel ook dat er wat meer contact is tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de onderwijswereld. Uh, maar het zou nog veel meer, denk ik, één geheel moeten zijn. Eigenlijk zou je heel duidelijk voelen van ja, wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor ons vak. Want ik zie heel veel jonge wetenschappers die eigenlijk staan te popelen om langs nieuwe wegen contact te maken met die maatschappij. En dat is, we denken dat dat iets van uh, deze tijd is. Maar als je gaat kijken naar, uh, weet ik wat, de 16e, 17e eeuw uh, in Europa, op allerlei plekken, uh, in Engeland, maar ook in Nederland... Hadden wetenschappers al zoiets van ja, maar wacht even, dit is zo spannend wat we hier meemaken, wij moeten dit aan de mensen vertellen. Dit moet niet alleen maar moet niet meer onder ons houden. En ik denk dat twee redenen zijn. Ten eerste denk ik dat die bevolking die leeft met die wetenschap, die wordt groot gedeelte daardoor geregeerd. Technologie gaat ons steeds meer in onze greep krijgen. Ik vind eigenlijk dat de mensen verdienen om daar enig begrip van te hebben. En sterker nog, juist in de bertenwetenschappen geldt dat talent overal kan voorkomen. Dan kan iemand ergens in een, uh, in een plek zitten waar er geen goede opleiding is, uh, geen docent is die hem op een of andere manier inspireert. En dan kan vijf minuten op televisie kan net het moment zijn dat iemand zegt: van Wacht even, dat snap ik, daar wil ik in gaan. Ik ga me daar even verdiepen, ik ga proberen uh, daarbij te komen. En dan denk je, ja, als je dat hebt bereikt. Dan heb je denk ik echt iets heel waardevols gedaan voor de maatschappij. Dus mijn favoriet verhaal is dat van Leonard Bernstein, de, de bekende componist. Die begon pas op zijn twaalfjarige leeftijd met muziek. Omdat hij toevallig een piano kreeg van zijn tante. En toen vroegen ze aan zijn vader, had je hem niet eerder met de muziek confronteren? En zijn antwoord was van ja, ik wist niet dat hij Leonard Bernstein zou worden. Oh, ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Ze weten niet dat hun kinderen talent hebben. Omdat er gewoon niet in, in hun wereld zit. En, uh, maar dat talent is er wel en ik moet altijd, uh, ik word altijd droevig van om te realiseren hoeveel talent ook door de jaren heen verloren zal zijn gegaan. Omdat niemand daar contact mee heeft gemaakt. Ik ben zelf soms wel wat gefrustreerd over het feit dat Nederland, wat ik als een groot wetenschapsland zie, met echt een, een traditie van excellentie dat we dan toch uh, ten opzichte van onze peers, de andere landen die het goed doen, uh, ja, wat maagertjes ondersteund worden. We hebben hier geen cultuur om die wetenschap uh, te steunen, zoals dat volgt toch een, een land om ons heen, in Scandinavië, in, in Duitsland de laatste tijd heel nadrukkelijk, uh, natuurlijk in, in, het, in Azië op dit moment. Uh, ja, in Nederland is het allemaal wat uh, een terughoudend. We zijn de afgelopen tien jaar het enige Europese land wat 0,0% groei heeft gezien in ons wetenschapsbudget. Ja, daar maak ik me zorgen over. De, de politiek Den Haag is toch een soort uh, markt met een heleboel kraampjes waar iedereen loopt te roepen. En uh, helaas, helaas uh, moet de wetenschap er ook staan en moet soms wat, uh, wat harder schreeuwen dan we eigenlijk zouden willen. Uh, ik denk de academie kan daar een belangrijke rol spelen. Universiteiten, MBO, TNO, al de instellingen zijn belangrijk. Maar de academie heeft toch een zekere zin. Een van de weinigen die uh, niet voor zichzelf pleit. Want wij pleiten voor de wetenschap. Niet voor de academie, maar gewoon voor de wetenschap in het geheel. Ik voel wel dat we de laatste tijd uh, veel beter contact hebben gekregen uh, met Den Haag. Het is eigenlijk vrij makkelijk voor mij om met belangrijke mensen uh, afspraken te maken. Uh, te overleggen met of het nou ministers of fractievoorzitters zijn of Kamerleden. Uh, ja, wordt de boodschap overgenomen? Uh, het is moeizaam. Uh, uh, we zijn in, uh, in sommige uh, staatjes staan wij op de eerste plek. Uh, of de tweede, of de derde of de vierde van de wereld. Dan gaat het over uh, hoeveel artikelen schrijft de, de wetenschapper. Tweede in de wereld. Hoe vaak worden die gelezen? Vierde in de wereld. Als je dan kijkt van ja, hoe groeien onze budgetten? Dan staan we ineens helemaal onderaan de Europese ranglijst. Dan denk ik: van ja, dat is, uh, dat is jammer. En als je soms een beetje in een cynische bui bent, dan zeg ik wel eens: van ja, door de kraan. Hard genoeg af te draaien, wordt de gemiddelde kwaliteit natuurlijk erg hoog. Want uiteindelijk is er alleen maar ruimte voor, uh, voor de beste. En dat denk ik is niet goed. Nederland uh, moet niet alleen maar wetenschap zien als iets voor uh, een paar uh, hooggetalenteerde personen. Het is eigenlijk uh, niet alleen topsport, het is uh, ook sport. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, kijk naar mijn uh, stap naar Princeton, ik ja. zie het eigenlijk niet zozeer als een, uh, als een verhuizing. Uh, dat je nu echt je hele wereld verandert. Ik blijf eigenlijk, uh, uh, in, althans zeker vanuit mijn perspectief, nog steeds heel erg verbonden met Nederland, met wetenschappelijke cultuur hier. En ik, ik hoop hier ook nog vaak terug te zijn en, en nog wat voor Nederland te kunnen betekenen. Ja, natuurlijk, uh, uh, wat ik aan Nederland zal missen en wat ik ook aan deze positie zal missen, is dat je op een hele mooie manier eigenlijk met al die verschillende partijen, werelden contact kan maken. Uh, in zekere zin, ik ga naar een heel groot land, maar mijn eigen wereld zal veel kleiner worden. Het zal veel meer in dat ene instituut, uh, met, met ook veel meer uh, gericht op het onderzoek. Uh, ik denk dat dat wel een, ook weer een van de uh, mooie dingen van Nederland is. Het is een verhoudingsgewijs een klein land. Dat betekent dat eigenlijk iedereen elkaar wel kent, elkaar ook vaak ziet. En dat het eigenlijk vrij makkelijk is om bruggen te bouwen tussen verschillende werelden. Of het nou tussen het onderzoek en het onderwijs is... Tussen de wetenschap en het bedrijfsleven en politiek. Het gaat, men zit, staat eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ja, en dat, die, dat polderen wat we in Nederland hebben, dat komt natuurlijk ook omdat we allemaal in die vrij kleine polder zitten en het ook met elkaar moeten doen. Uh, dat is een. Uh, ik denk ja, het is een kracht van Nederland. Uh, soms roept het ook wat frustratie op. Uh, maar, uh, en ik denk ook, eerlijk gezegd, als we in de toekomst kijken, dat uh, Nederland als regio in Europa, en dat weer als een regio in de wereld, echt uitstekende papieren heeft. Ja, om zo welvarend en gelukkig te blijven als het is. Want uh, laten we toch wel zijn: het is een van de meest bevoorrechte stukjes op aarde.